Dan naar een klassieke klokkenluiderszaak, zou je kunnen zeggen. Een ondernemer trekt aan de bel over een dubieuze vastgoeddeal die de gemeente Enschede heeft gesloten en wordt door een paar foute ambtenaren voor de bus gegooid. Althans, dat vinden wij als 1 Twente na onderzoek. Een rechtszaak volgt, alles raakt hij kwijt. Daarna wordt die werkwijze door andere ambtenaren en bestuurders toegedekt. Er ontstond, ontstaat een alternatieve lezing die steeds meer vragen oproept. Het wordt een slepende zaak, ook voor Enschedese politiek die zich ermee bemoeit. Maandagavond, afgelopen maandagavond, vond er een opmerkelijke verschuiving van de panelen op dat toneel plaats. Collega Ernst Bergboe, die doet al heel lang onderzoek, was daar ook bij afgelopen maandag. Ernst, welkom. Dank je. Kleine oogjes zijn alweer een beetje weg, maar dinsdag schuifelde er een soort van schim de redactie op die niet had geslapen. En dat was Ernst Bergboe. Dat klopt. Weet je, je zit dan bij zo'n raadsdebat en daar gebeurt er. Dat is inderdaad, ik heb net nog even nagekeken. Oktober 2020 is de eerste keer dat we gepubliceerd hebben over Ardèche, over deze zaak. En daarvoor, ik denk een kleine maand daarvoor ben ik erin gedoken. Dus nou ja, sindsdien met die zaak bezig. Een ongelooflijke stapel documenten, doet er niet toe, veel onderzoek. En dan gebeurt er maandagavond iets bijzonders. En dan lig ik wel te malen in bed. En dat is niet zozeer vanuit onrust per se of zo, maar van, het is dan die analyse. Dat is altijd heel precair, dit onderzoek. En je wil zeker weten dat je goed zit. Zeg, wat heb ik nou precies gehoord? Wat zijn de consequenties daarvan? Ja. En hoe ga ik dat dan vervolgens? Hoe ga ik dat verhaal vertellen? Wat moet ik daar dan als journalist vervolgens mee? Ja. Dat blijft dan een beetje in je kop malen. Dus ik heb maandagnacht inderdaad gewoon niet geslapen. Ik ben er om 3 uur uit gegaan en ben me gaan tikken. Ja, om het van je af te schrijven misschien. Ja, nou, het is ook nogal wat. Het is een zaak die natuurlijk al jarenlang loopt, die ook jarenlang volgt, waarbij eigenlijk de gemeentelijke gelederen gesloten bleven. Waar nu een soort van in één keer een klein kiertje van licht lijkt te komen. Misschien even goed om eerst te beginnen met waarom, want er was een debat maandagavond. Yes. Wat was de aanleiding daarvoor? De aanleiding was een onderzoek dat Saxion, is een heel klein verificatieonderzoek heet dat, een heel beperkt onderzoek dat Hogeschool Saxion heeft gedaan. Willeke Slingeland, hoogleraar wou ik zeggen, lector weerbare democratie aan die. En die heeft 2 vragen over deze kwestie onderzocht. Daar is een rapport van verschenen. Het college heeft op dat rapport gereageerd met een brief. Zo gaat dat dan naar de gemeenteraad. Dat onderzoek was ook in opdracht van de gemeenteraad. Dus het college zegt dan, dit is wat wij daarvan vinden. En dat debat vond plaats naar aanleiding van die collegereactie. Er waren 5 partijen die dat debat hebben aangevraagd. Nou ja, dan ontstaat er een gesprek tussen de gemeenteraad en in dit geval wethouder Jeroen Diepemaat, die verantwoordelijk is voor deze kwestie. Ja, om de reactie op die het onderzoek te bespreken. Wat gebeurde er dan in een notendop wat in één keer zo opmerkelijk was? Nou, misschien moet ik even uitleggen waar de belangrijke kwestie, zeg maar, waar het maandag over ging. Dat is een dossier met heel veel details. Ja. Dit gaat over wat er gebeurt. We schrijven nu mei, juni 2017. Dat is wanneer dit speelt. Op dat moment is er een conflict tussen Ardèche en de gemeente Enschede. In dat conflict, daar bemoeit de klachtencommissaris zich mee en die brengt een advies uit. Dat is de ombudsman van Enschede. Ombudsman van Enschede, ja, dat mag je zo zeggen. En die brengt een advies uit. De gemeente was al een rechtszaak gestart tegen Ardèche. Die zegt, stoppen met die rechtszaak, hou dat nou even on hold. Doe onafhankelijk onderzoek, laat een jurist of een financieel jurist kijken naar deze kwestie, advies uitbrengen en ga dan verder met die kwestie. En kijk dan wat je daarmee doet. Ze kwamen daar niet uit. Oh, en stoppen met rechtszaak omdat dat over het algemeen niet goed is voor de betrokken partijen. Per definitie, gemeenten, overheden, dat zijn zulke machtige organen eigenlijk. Kom maar eens in conflict met een overheid bij een rechter. Dus overheden moeten heel zuinig zijn met rechtszaken tegen burgers of inwoners of ondernemers. Helder. Dus dat weet die klachtencommissaris ook. Die zei van, doe dat nou niet. Laat eerst een onafhankelijke partij hier goed naar kijken en advies uitbrengen. En dan moet je kijken wat je vervolgens verder gaat doen. Dat advies is genegeerd door een van de belangrijke ambtenaren op het vastgoedbedrijf. Die heeft gezegd, nou leuk, maar dat doen we niet, dat advies. Maar de lezing van de gemeente is altijd geweest. Dus ze zijn wel verder gegaan met de rechtszaak? Ja, we gaan gewoon naar de rechter. En de lezing van de gemeente is altijd geweest, ja, er is een overeenstemming met Ardèche bereikt. We hebben samen besloten met Ardèche om dat advies van die klachtencommissaris niet op te volgen. Mm-hmm. En om te kijken of we er gewoon samen uit zouden kunnen komen. En lukte dat niet om dan naar de rechter te gaan. Dat is wat de gemeente altijd gezegd heeft. En maandagavond in de raadsvergadering
gebeurde het volgende. Dan hebben we een audiobestand, geen video in dit geval. Dat was misschien nog wat sprekender. Ja, we hebben wel video. We gaan naar video kijken. We gaan naar video kijken. Ja, zeker. Nou, mooi. Kun je misschien nog heel even samenvatten, Ernst? Ja, ik kan nog even samenvatten. De wethouder zegt hier, waar het college altijd heeft gezegd, en dat hebben ze ook later in een brief aan de Nationale Ombudsman gezegd, wij zijn samen met Ardèche overeengekomen om dat advies van de klachtencommissaris niet op te volgen. En een rechtszaak door te zetten. En eerst kijken of we kunnen schikken. Lukt dat niet, dan gaan we meteen naar de rechter. Geen onafhankelijk onderzoek. Mm-hmm. Dat is altijd gezegd, tot op gisteren. Ja. Gisteren ineens zegt hij, nou, we denken te weten dat er in mei, we denken dat er in mei overeenstemming is. We weten zeker dat er in juni geen overeenstemming meer was. Heel ander verhaal. Er was geen overeenstemming met Ardèche. Dat is wat de wethouder hier zegt. We denken in mei van wel. Een jaar later stelt de ombudsman vragen. Die krijgt het antwoord. Ja, we hebben samen met Ardèche in overeenstemming, staat vier keer toe in die brief van de Nationale Ombudsman. Er is overeenstemming met Ardèche bereikt. We gaan dat advies van de klachtencommissaris, daar gaan we niet naar luisteren. We gaan kijken of we kunnen schikken. En lukt dat niet, dan gaan we samen naar de rechter. Ja. Dat speelde gisteren of maandagavond in die gemeenteraad. Want dat is natuurlijk heel raar. Als je nu zegt, en de wethouder zei eigenlijk, ik heb nog eens goed naar de stukken gekeken. Ja, en dan kom ik toch tot de conclusie dat we denken dat er in mei overeenstemming was. Maar als ik naar de stukken kijk, zie ik dat we zeker weten, in juni was dat er niet meer. Ruim een jaar later wordt er toch in die brief naar de Nationale Ombudsman gezegd, er was overeenstemming met Ardèche. Ja. Maar dat is dus niet het geval geweest. Nee, die twee dingen staan haaks op elkaar. Totaal haaks. Het is een voorbeeld van veel meer voorbeelden in deze kwestie van zaken die gewoon haaks op elkaar staan. Heel even voor het begrip. Hè. Waar bemoeide de ombudsman, de Nationale Ombudsman, zich hier nou in één keer mee? Van wat was de... Ardèche heeft daar gewoon een klacht neergelegd. Die kwam er met de gemeente niet uit en die voelde zich onheus bejegend. Is ook onheus. Dat is feitelijk ook zo. Dat blijkt gewoon uit alle stukken. Dus die is naar de Nationale Ombudsman gestapt. En die Nationale Ombudsman heeft een brief geschreven, waarin die ook zei, ja, wat ik net al zei, overheden moeten zuinig zijn met rechtszaken. Ja. En die klachtencommissaris zei, stop nou even met die rechtszaak en doe nou eerst onafhankelijk onderzoek. Waarom heb je dat niet gedaan? Ja. En het antwoord was, ja, dat hebben we samen met de Ardèche besloten. Ja. En dat blijkt dus een leugen, dus dat blijkt dus niet zo te zijn. Wat betekent het? Want de Nationale Ombudsman, maar ook de klachtencommissaris in Enschede feitelijk, maar die bestaan natuurlijk om gemeenten bij te sturen waar nodig. Mm-hmm. Die stelt op dit moment een vraag. En dan krijgen een antwoord waarvan we dus sinds, je zei gisteren, het is eergisteren inmiddels al maandagavond, de wethouder eigenlijk toegeeft, het antwoord dat is gegeven, komt niet overeen met de informatie die we hadden. Oftewel, ja, dat antwoord klopt eigenlijk niet. Dat is best wel heel ernstig. Die Nationale Ombudsman, kijk, een rechter oordeelt op juridische feiten. Die pakt de wet erbij en die zegt van, klopt het met de wettekst? De ombudsman kijkt naar behoorlijk of onbehoorlijk bestuur. Heeft een overheid hier behoorlijk gehandeld? En die stelt dan vragen. En de ombudsman gaat ervan uit dat hij de antwoorden die hij krijgt van overheden, dat die kloppen.
In dit geval blijkt dat dus niet zo te zijn. De ombudsman heeft toen ook gezegd, nou ja, als jullie samen met Radesh hebben besloten om niet naar die rechter te stappen, ja, dan is dat een overeenkomst geweest. Ja. Bovendien, er loopt een rechtszaak. Dus laat die rechter dan maar een uitspraak doen. Dan trek ik mij terug. Dan ga ik niet nader onderzoeken. Het is dus verkeerd op verkeerd been gezet. En dat is... Nou ja, kijk, weet je, dat is een politieke beoordeling uiteindelijk. Maar dat is op zijn zacht gezegd alles behalve netjes. Wie moet hier nou wat mee? Want ik kan me voorstellen dat de Nationale Ombudsman bij wijze van meekijkt en nu denkt van, hey, wacht even, u heeft mij een verkeerd antwoord gegeven destijds. Bijvoorbeeld. Maar ik kan me ook voorstellen dat de politiek denkt van, wat je zei net, dit is een van de dingen waar nu in een keer een draai in ieder geval lijkt te worden gemaakt. Er zijn wel meer dingen niet helemaal juist beantwoord. Mm-hmm. Nou ja, kijk, een voorbeeld van wat er ook niet juist is beantwoord. En het is echt een beetje onbegrijpelijk waarom dat nooit helder is geworden. Dat wil zeggen, ik heb daar vaak over meermaals over gepubliceerd. Het college heeft altijd gezegd, ja, we hebben een betalingsregeling met Radesh ooit stopgezet. Dat is het begin geweest van de hele kwestie. Want die man, dat was een wanbetaler. Hij betaalde zijn huur niet en hij had schulden en die schulden liepen maar op. Hmm. Er is een rechtszaak geweest. De rechter schrijft gewoon in het vonnis, Radesh houdt zich aan alle betalingsverplichtingen. Hij lost keurig elke week 1000 euro af. Ik begrijp niet, zegt de rechter, waarom die betalingsregeling is gestopt. Ja. Staat haaks op wat het college altijd heeft beweerd. Dus ja, hij had schulden, maar hij betaalde ze ook netjes af. Ja, en sterker nog, in de eindrekening in die rechtszaak, als je dat bij elkaar optelt en aftrekt, dan had hij per saldo op het moment dat de betalingsregeling werd gestopt, heeft nog 4000 euro schuld. Ja. Ongeveer. En hij betaalde 1000 euro per week af. Ja. Dus als je een paar weken had gewacht, was hij schuldenvrij geweest. Ja, ja. Heel even, want we zagen een stukje en we hoorden een stukje over vanuit de gemeenteraadsvergadering, vanuit de commissievergadering maandagavond. Mm-hmm. Waarbij PVV-fractievoorzitter Hidde Heutink, ja, die hoorde je net, eigenlijk aangeeft van, wacht even, er zit eigenlijk een soort van gekke discrepantie tussen, jullie wisten het ene jaar al en jullie zeiden het volgende jaar B tegen de ombudsman. Dat herkent u nu eigenlijk, meneer wethouder. Ja. Wat zegt die wethouder? Want die heeft daarop moeten reageren. Ja, die wordt dan naar een verklaring gevraagd. En die had eigenlijk een tweeledige verklaring. De eerste was dat de archivering en de vastlegging van allerlei dingen bij de gemeente Enschede niet helemaal lekker op orde is. En dat het dus nu achteraf, al die jaren later, heel lastig is om nog een goed feitenrelaas in elkaar te zetten. Om nog een reconstructie te maken. Wat is er nou feitelijk gebeurd? Dat is één. De tweede verklaring die hij had is dat, ja, de betrokken ambtenaren destijds, die zijn eigenlijk allemaal vertrokken. Die zijn er niet meer. Dus die kunnen we het ook niet meer navragen. Dus dan wordt het heel lastig, zegt hij, om, ja, en vermoedelijk is in dat iets fout gegaan in dat proces. In onze informatievoorziening richting de Raad. Ja. Het is natuurlijk niet alleen de Nationale Ombudsman, het is ook de Raad die meermaals op deze punten verkeerd is geïnformeerd. Ja. Maar goed, hij geeft, de wethouder in dit geval, zegt wel, we weten inmiddels wel dat Radesh eigenlijk niet eens was met het doorzetten van de rechtszaak. Ja. Ook de klachtencommissaris was het daar eigenlijk niet mee eens. Nee, toch deed de gemeente het wel. Ja. Vloeit daar niet als vanzelfsprekend dan een bepaald gevolg uit? Dat de gemeente zegt, we hadden dat dus misschien niet moeten doen? Of is dat te makkelijk gezegd? Kijk, ik weet niet precies wat je vraag is. Wat had de gemeente moeten doen? Nou, ze weten dus nu dat Radesh het niet wilde. Ja. Er was geen overeenstemming daarover. Dat wisten ze toen ook al. Maar ik hoor jou zeggen, het is niet gebruikelijk dat een gemeente procedeert tegen een inwoner. Nee. Toch deden ze dat zonder dat partijen dat wilden. Ja. Dat heeft toch op zichzelf dan ook een bepaalde consequentie. Wat moet de gemeente daar nu in retrospect mee? Want Radesh is iemand die daar heel veel leed aan heeft gehad. Ja, die is berooid uit die rechtszaak tevoorschijn gekomen. Hij heeft zelfs een periode in zijn auto gewoond. Dat is een beetje, kort daarna hebben wij die zaak ook opgepakt, zeg maar. Dus dat heeft grote consequenties gehad. Het is nu een politieke de politiek moet hier nu iets mee, die moet hier wat van vinden. Hoogstwaarschijnlijk komt er een motie van eigenlijk een van de trekkers in de politiek van dit dossier op dit moment, is Gert-Jan Tillema van D66. Die gaat met een motie komen waarin onder andere staat, regel dit nu netjes met Radesh. Dus, en dat komt op beschikking neer. Betaal die mannen genoegdoening. Want dit is zo fout gegaan, hier moet iets gebeuren. Maar dat is een politieke, dat wordt een politieke afweging. Ja, ja. En overigens, heel even voor mijn begrip hoor. Want Radesh, uiteindelijk ging die rechtszaak door. Mm-hmm.
De rechter, als ik dat goed herinner, gaf hem eigenlijk op vrijwel alle fronten gelijk. Mm-hmm. Toch, hij moest een bepaald geldbedrag betalen, want hij had nog die huurachterstand. Mm-hmm. Maar hij is uiteindelijk ook die auto waar hij uiteindelijk is beland, is ook vanwege proceskosten die hij moest betalen. Ja, onder andere. Hij is gewoon helemaal leeggetrokken, zou je kunnen zeggen. En daarvan zegt dus, in ieder geval is er een politieke partij die nu mogelijk zegt, laten we nou als gemeente hem daar in ieder geval genoegdoening geven. Smarte geld. Ja, zoiets. Als je zo de fout ingaat, ja, dan moet daar natuurlijk iets van genoegdoening gaan komen. Dus dat zal er ook wel gaan komen nu. Dat lijkt ook het heel duidelijke meerderheid van de raad nu voor te zijn. Dus goed, dat zullen we moeten afwachten, hoe dat precies uitpakt. Maar, ja. En er was nog in dit geval D66 geloof ik een motie over wilde indienen met betrekking tot die archivering. Hè? Omdat het een grote puinhoop is en ze daar nu dus blijkbaar zich op beroepen bijna op die puinhoop. Ja, Gert-Jan Tullema wil een motie indienen. Dat is een drieledige motie. En de exacte tekst daarvan is nog niet bekend. En daar moeten ze nog aan schaven. Maar het komt neer op één. We gaan nu als politiek op die archivering van Enschede zitten. Want dat is niet op orde. En dat is al heel lang niet op orde. En daar moet echt iets mee gebeuren. Want ja, als je archief niet op orde is, dan wordt het heel lastig om onze vragen ook te beantwoorden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Dus dat moet dat gebeuren. Eén. Twee is, er moet een schikking komen met Ardèche. Waarbij GroenLinks-voorman Bart Peters-Ween nog zei, oké, maar laat daar dan een onafhankelijke expert bij komen die een voorstel doet van wat moet die schikking dan worden. En de derde is, het college moet erkennen en herkennen dat het in deze zaak grandioos fout is gegaan. Ja. Iets van die strekking, die motie zal er binnenkort wel een keer gaan komen. En daar gaat de gemeenteraad dan over debatteren en stemmen. Hoe zit het met de positie van de wethouder in dit geval? Want die heeft dus jarenlang eigenlijk een ander verhaal verteld. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat het wantrouwen in de hand werkt. Ja, dat hij had het ook moeilijk. Dat zag je ook wel aan hem. Gewoon zijn hele lichaamstaal. Hij vond het geen makkelijk. Is ook geen makkelijk debat voor hem. Vooralsnog heb ik, en het is een dossier dat hij heeft georven van zijn voorganger. Ook een VVD-wethouder. Jeroen Hatenboer was dat in dit geval. Dus hij is daar van meet af aan ook niet bij betrokken geweest. Hij kreeg dit, nou ja, goed, dat is inmiddels al een tijd geleden. Ik heb niet de indruk vooralsnog dat er partijen zijn die per se een motie van wantrouwen of iets willen indienen. Vooralsnog hangt dat niet meteen boven tafel. Maar als je een nationale ombudsman willens en wetens voor de gek houdt, en je doet eigenlijk, hou je dat ook nog heel lang vol richting de gemeenteraad, dat zijn wel ernstige politieke kwesties, hoor. Dus ik weet niet helemaal of op dit moment al goed doordringt wat de ernst daarvan is. Maar goed, dat is ook helemaal niet aan mij. Dat moet de politiek verder doen. Dat zal de komende tijd indalen. We moeten gaan afronden, maar is er nog iets wat we hebben laten liggen, wat opmerkzaam is over dit debat? Ja, misschien nog even heel kort. Er zijn een paar dingen. Die vastleggingen, die archivering als excuus en het feit dat die ambtenaren niet meer waren, dat is een beetje een wonderlijk excuus, hoor. Want juist in deze zaak ligt heel veel documentatie inmiddels op tafel. Dat was wel lastig om allemaal te krijgen, maar het ligt er wel. Ja. En die documentatie spreekt voor zich. Dus dat is in dit geval kan je dat eigenlijk niet opvoeren als argument, zou ik bijna zeggen. Bovendien, in die documentatie zitten allerlei verklaringen, mailtjes, dingen die de betrokken ambtenaren van destijds hebben opgesteld. He, dus wat die ambtenaren daar toen van vinden en wisten, staat op papier. Dus dat is een beetje een zwak argument. En het tweede wat ik ook wel wonderlijk vind, is dat er wordt heel vaak, dat heeft het college gedaan en dat doen ook raadspartijen, die zeggen dat de rechter heeft uitspraak gedaan hierover. Dus daar bemoeien wij ons niet meer mee. Maar de vervolgvraag, maar wat heeft die rechter dan precies gezegd? Die stellen ze niet. Dus het is een soort van, daar verschuilen we ons achter. Ja, wij gaan niet op de stoel van de rechter zitten. Nee, dat haalt je de koekoek. Dat hoort een gemeenteraad ook niet te doen. Ja, ja. Maar die hoort wel te zeggen, wat heeft die rechter dan gezegd? Ja, en die zou in dit geval hebben gezegd dat. En als je kijkt naar wat die rechter zegt en dan de lezing van van het college over deze kwestie, ja, daar schijnt de partij licht tussen. Dat wil je niet weten. Daar klopt echt helemaal niks van. Dus dat vind ik wonderlijk, hè? Is dat die dynamiek dan kennelijk speelt. Maar ja, goed, duiken voor lastige dingen is ook wel een soort menselijke eigenschap, hè? Vinden we allemaal niet zo prettig. Dus ik denk dat allemaal meespeelt. Maar we gaan het de komende weken wel zien. Ja, nou ja, het is in ieder geval iets. Het klinkt iets van rechtvaardigheid in ieder geval. Nou, dit uiteindelijk. Is, nu. De panelen verschoven, zei jij. En, dat klopt. Dit is echt wel een. Hier schuift echt iets in deze kwestie. En dat kan ook niet meer terug.
Dus ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat aflopen. Ja. En ik hoop vooral eigenlijk twee dingen. Natuurlijk voor Ardèche in eerste plaats dat daar gewoon rechtvaardigheid komt. Maar ten tweede ook dat deze dynamieken in onze overheid en met onze lokale overheid, dat dat echt gaat veranderen. Ja, hij is een beeld van misschien wel een groter geheel inderdaad. Ja, in deze zaak. Ja. Dankjewel Ernst voor het bijpraten. Mocht je meer willen weten of even op je gemak even dingen teruglezen. Je hebt twee artikelen geschreven deze week. Die vind je op onze website 120.nl. Daar is ook een dossier dat heet De Zaak Ardèche. Veel leesplezier. Of ja, plezier in ieder geval. Succes. Ja, succes.